ex-financiën minister Gilmar Hoefdraad moet worden vrijgesproken en helemaal niet gestraft worden middels het strafrecht. Dit zeggen zijn advocaten Merwin Dubois en Irene Lalji aan journalisten. De advocaten hebben vandaag een uitgebreid pleidooi gehouden bij de behandeling van de zaak. De raadslieden hebben de rechter verzocht om niet in te gaan op de vorderingen van de vervolging, om Hoefdraad 12 jaren achter de tralies te zetten. En die duidelijkheid die we naar voren hebben geprobeerd te brengen, we spreken natuurlijk de hoop dat die overtuiging is overgekomen, dat voor strafrechtelijke vervolging moet er een strafbaar feit zijn begaan. En dat strafbaar feit wordt als volgt uitgelegd, namelijk het behelsen gedraging waarop de wet straf in het vooruitzicht heeft gesteld. Vertrek je van dat uitgangspunt, dan moet je gaan naar de dagvaarding. Wat is in de dagvaarding opgenomen? In de dagvaarding is opgenomen artikel 16 van de bankwet, artikel 18 van de bankwet en artikel 13 van de anticorruptiewet. Dan zie je dus wel dat de anticorruptiewet wel een gedraging strafbaar stelt. Maar niet zonder meer een gedraging. Die gedraging moet zijn begaan door een publieke functionaris. En die publieke functionaris moet die gedraging hebben begaan met de wetenschap dat hij tegen een bepaling inhandelt. Kom je terug bij 16 en 18 van de bankwet, dan zie je dat er geen enkele strafrechtelijke feit daar is opgenomen. Dus je kan niet praten van een strafrechtelijke gedraging. Dus dat is wat we naar voren hebben gebracht. Advocaat Lalji vindt dat de feiten waarvoor Hoefdraad terecht staat binnen het bestuursrecht vallen. Er is volgens de strafpleiter geen enkel bewijs dat het Openbaar Ministerie kan staven dat Hoefdraad het brein is achter een strafbaar feit. Als je kijkt naar het requisitoor van het Openbaar Ministerie en zijn repliek, dan ademt dat meer de trant in van de heer Hoefdraad heeft onzorgvuldig gehandeld, heeft gelden gebruikt. De samenleving heeft Suriname in een schuldencrisis. Moet je dat dan gebruiken in een strafzaak? Dat hebben wij dus niet, dat wij een beroep doen op het Hof. Als verdediging halen wij het wettelijk materiaal aan. En dat hebben wij in dit geval ook gedaan. We hebben gewezen op de anticorruptiewet. Wat de functie is en het doel is van de anticorruptiewet. Hebben wij bij pleidooi aangegeven. We hebben aangegeven dat de anticorruptiewet ook bepaalde bepalingen, aspecten heeft, zoals collega Dubois het heeft benadrukt, een aangetoond belang. Er moet een gift zijn, een belofte, er moet een dienst bewezen zijn. Die aspecten zijn niet aan de orde gekomen. Lalji zegt dat het ook opmerkelijk is dat het Openbaar Ministerie haar eerdere standpunt verlaat. De vervolging stelt nu volgens haar dat Hoefdraad belang had bij informatieverstrekking uit overeenkomsten die de staat moesten benadelen. Eerder stelde het OM dat Hoefdraad de staat financieel had benadeeld.